Kenzo, hoe heb jij de stadsderby van vorige week beleefd? Een beetje als een rollercoaster. Begon heel goed natuurlijk, ook uitgedrukt in scoren. Dan laat je het zelf toe dat ze toch heel snel terugkomen tot 2-2. Dat is slecht van ons, maar ja, daarna is het wel weer gewoon nog alles om voor te spelen. Gaan we de tweede helft in, denk ik dat het redelijk gelijk opgaat. En maken zij een goal uit de corner, waardoor je gewoon... En daarna nog die laatste natuurlijk, waardoor je gewoon in de kleedkamer zit met een kutgevoel. Dat is hoe ik het beleefd heb. En ik ben blij dat we weer bijna ons mogen revancheren. Ja, maar dat gevoel over is ook een beetje dat het onnodig was dat je deze hebt verloren. Ja, helemaal. Als je 2-0 voorkomt, dan denk ik dat onnodig sowieso heel gauw in je hoofd schiet. Wat ik zeg, het is wel eens, het is niet goed van ons dat we het zo snel terug laten komen naar 2-2. Ja, daar hebben we ook naar gekeken deze week en aan gewerkt. We moeten nu weer door naar de volgende. Maar ja, het is wel balen. Ja, er ging heel veel niet goed. Er is ook heel veel over gezegd na afloop. Maar er gingen ook dingen gewoon wel goed. Want je maakt twee gewoon hele goede goals eigenlijk in het begin. Ja, ik denk dat we sowieso heel goed uit de startblokken kwamen. Fel in de duels. En in de wedstrijd gaan we dingen goed en niet goed. Ik denk dat we best wel tegen een ploeg als Sparta goede dingen hebben laten zien. Maar ja, het komt er nog steeds wel op neer dat we wel makkelijk goals tegenkregen, die wedstrijd. En ook daarvoor is dat gebeurd. Dus wat ik zeg, daar zijn we mee bezig gegaan. En aan ons om te laten zien dat we daar ook beter in geworden zijn. Merk je iets van spanning in de ploeg, omdat de verschillen steeds kleiner worden onderin en het steeds belangrijker wordt dat je wedstrijden gaat winnen? Ik zou het niet spanning noemen, tenminste niet voor mezelf. Ik kan niet voor andere jongens spreken, maar wat ik voel en merk is dat we wel gewoon weten wat de belangen zijn. En ik denk dat het verschil is met spanning. Maar je kan er niet omheen dat de wedstrijden gewoon steeds belangrijker worden en dat je gewoon punten moet pakken. Nou, ik denk dat wij een team hebben waarmee dat zeker kan en dat we dat ook vaak genoeg laten zien hebben. En als wij het aspect toevoegen waar ik het net over had, is dat wij minder makkelijk goals tegenkrijgen, zie ik dat wel goed gaan. Over hoogspanning gesproken, zondag is wel een wedstrijd waar echt spanning op staat, zowel bij ons, maar zeker ook bij de tegenstander. Wat verwacht jij daarvoor wedstrijd? Dat is waar. Ik denk dat ook duidelijk is van tevoren dat het bij beide ploegen het belang heel groot is. En ik denk dat je dat ook gaat zien. Ik denk dat je dat moet gaan zien in duels. Ik denk dat je dat moet gaan zien in hoe de wedstrijd verloopt. Wij hier thuis vind ik met het team dat wij hebben dat wij gewoon voor 3 punten moeten gaan spelen. En ik hoop dat we dat ook kunnen laten zien met goed voetbal. Wat is je indruk van Vitesse? Want ze staan onderaan, maar ze laten af en toe best aardige dingen zien. Maar ja, er gebeurt heel veel wat niet goed gaat. Ja, dat is ook niet gek. Vitesse is een grote club. Om te zien dat Vitesse op de laatste plek staat is eigenlijk heel gek. Hoe ik Vitesse in mijn hoofd heb, maar ja, dat is ook niet voor niks. En natuurlijk spelen ze goed voetbal. Ze hebben ook gewoon individueel hartstikke goede spelers. En dan denk ik dat het schort eraan dat ze het als team soms niet voor elkaar hebben. Nou ja, dan hoop ik dat zondag weer zo is. En dat wij daarvan kunnen profiteren. Maar ik denk dat, ondanks dat ze op de laatste plaats staan, onderschat is het laatste wat wij moeten doen. En met een ploeg als Vitesse kan dat ook zeker niet. Dus we zijn daar wel heel erg bewust van. Editie van vorig jaar was een mooie editie. 3-1 overwinning met een doelpunt van jou. Dat was volgens mij je eerste Eredivisie goal toen. Ja, dat klopt. Ja. Dat was de tweede wedstrijd van het seizoen volgens mij. Ja, ik weet het nog inderdaad. Nou, zou mooi zijn als het weer zo eindigt. Afgelopen zaterdag was het uitvak helemaal vol. Daar kwam een geweldige support ook vandaan. Zondag zit het stadion uiteraard weer helemaal vol. Wat kan het publiek doen om de ploeg richting de 3 punten te krijgen? Afgelopen zaterdag en ook als we hier thuis spelen. We weten dat Excelsior een kleine club is, maar we hebben wel trouwe fans. En dat is voor ons alleen maar mooi. En het geluid dat er vanaf komt en de sfeer in het stadion, dat ze achter ons staan. Ja, dat kan alleen maar positief werken. En ik denk dat het ook doet. Dus wat kunnen ze doen? Hier komen kijken en ons aanmoedigen. En dan is het verder aan ons.